Er wordt overlegd, er wordt gepraat. Check. Dit is gewoon de final final. Oh, nee, nog niet de final final. Nee? Er komt nog een loser final tegen de winner final. Ja. En wie zit er in de loser final? De goede Yard en Ludo of... Je moet ze even om dit. Mr. Game and Watch. En ook de spelling. Hij speelt niet tegen Jimmy. Ludo tegen Koen of Freek. Nou, we zien hier toch twee vrienden die hier bij elkaar zitten en die nu in de arena toch een pittig rotje met elkaar moeten uitvechten. En je ziet die vriendschappelijke houding, hè? Dat is wel mooi. Nu nog wel. Mooi om te zien. Ja, nu nog wel. De vraag is hoe dat na de game is. Het is begonnen. Ja, leg uit, Louis. Wat is hier aan de hand? Wat verwacht jij, wat is hier aan de hand? Dat is het korte antwoord. Korte antwoord. Nee man, ik weet al die aanvallen ook niet, dus ik ben net zo beter te zijn. Ja, nou, dat kan ik me nou eens voorstellen. Ja, misschien. Oké. Alistair, wat denk je van de stage? Het is weer Pokémon Stadium. Ik denk dat net zoals met Mark, heeft Roy ook de mogelijkheid om te slaan door de platform. Dus daar kan hij profijt uit halen. Dan check op net terecht zei eerder van Mark van Mark speelde wat ook die daar deed hij misschien ook nog mee. Dat zie je check dat wat meer doen. Maar Roy is gewoon een ander karakter. Wat sterker karakter, wat minder snel karakter dan Mark. Dus vaak is hij daar echt gewoon kwijt. Dus het gaat voor ons nog redelijk gelijk op. Die is een lichte voorsprong. Die valt eigenlijk ook nauwelijks met uit. Dus nu is het iets. Ja, nee, daar valt niks aan te zeggen. Het is nog een beetje. Ik heb nog steeds het gevoel dat dit nog een beetje afkast is. Ze kennen elkaar natuurlijk goed, ze weten hoe ze allebei spelen. Ah, nu begint het misschien wat los te komen. Waar denk je dat dat mee te maken heeft? Een beetje aan de speelstijl. Daar heeft hij misschien nog meer rol mee. Oké, en de voorspelling voor deze wedstrijd is wat? We zitten nog ongeveer gelijk. Ik vind het gewoon te close call. Dus het kan beide kanten gaan. Als we kijken naar de recente geschiedenis, dan heb je check af en aan. Dan heb je van deze en Smash is toch wel iets wat gewoon veel en vaak ook dus ik weet het niet. Ik vind het echt heel lastig. Het zal ook afhankelijk zijn of ze straks met de counter tegen de stages. Of dit voor iemand in de kerk en gaat switchen. Ja, dit lijkt het nu wel erg. Oh! Het leek je wel. Zelfs met de vuurplaat. Ja, dit is een hele mooie finish. Oh, dit is een hele mooie recovery.
Ja, maar jij hebt het gezegd. Cherk is een... Wouter is een diesel. Ja, inderdaad. Dat was een, dat was altijd een goede klassieke pineapple. Nee, het was geen pineapple. Maar zat hij niet onder de dinges? Nee. Ja, ik wil ondertekken, maar ik weet te laten dat ik ben. Oké, ja, de Cherk zegt nu dingen tegen mij die ik niet helemaal begrijp. Maar het komt erop neer, hij heeft er wel een beetje de pest in, dat is te zien. En terecht ook. Ja, maar het komt erop neer dat Cherk, die wou een Viking doen. En daardoor zat hij overleg. En toen had hij geen moed meer om daar vanaf te komen. Dus hij heeft een grote letter. Zonder dat hij nog een combinatie over had. Of iets mee te doen. Op een manier dat hij kan proberen. Dat is toch wel... Dat is wel heftig. We zijn al bezig met de toekomst. En Wouter staat nu gewoon 1-0. Een beetje tegen de verhouding. Ja, de shit is aan, de hype is real. De captain is 1-1. Nu is het... En je ziet ook, je ziet een heel ingespannen Cherk en je ziet een wat relaxtere Wouter. Wouter, die, ja, die kan er wel nog om lachen. Cherk die zit echt nu in de zone hoor. Zet even zijn riem goed, dat is ook belangrijk. Want als je broek afzakt binnen in smash, dat is niet vaak. Dat is altijd vervelend. Dat vind ik ook wel, ja. Maar we hebben een beetje staan gesmashed, in de bar smash. Ja, dat kan. Nee, we zijn weer los, jongens. We zijn weer los. We zijn er weer. Een van de favoriete stages van Cherk. Met zijn karakter. Worden nu toch wel in het publiek begint zich te roeren. In de zin van dat ze aan het discussiëren zijn wat de geschiedenis nou precies is. Koen is nog een beetje salty. Ja, dat hoort er ook bij. Dat hoort er ook bij. Het is nu toch dat
auto is, pak je toch de eerste stok. En dat is voor diesel, knap. Niet in de face. Ja, ik wil bijna nog een zoen zijn, hè? Maar ja, voor alsnog. Echt prettig. Maar we hebben eerder gezien dat Cher kan van achterstand terugkomen. Dat is niet een stok, is niet een stok. Zeker niet met Kevin. Zeker niet als de combo's echt kan. Dat lopen? Ja, echt. Ja, die komt wel een beetje weg. Ja, dat begint nu toch wel een intens moment. Dus, het kan nog alle kanten. Maar is, kan Cher een beetje makkelijker bouwen? 60% helemaal op schaal eigenlijk. Dat is wel een prima recovery. Ga jij lekker termen gooien, want we hebben Koen joint ons nu, Koen kan termen gooien. Winners finals en hype. Deze termen, het zijn eigenlijk de beste termen. Winners finals en hype. Ja, dat vind ik niet meer. Ja. Maar nu moet je nog 133% doen. Dat is wel pittig, lijkt me. Dat is pittig veel. Maar het kan hoor, Captain Falcon. Wat is nou hetgene als Cher Captain Falcon speelt? Wat is nou hetgene waar je steeds bang voor moet zijn? Ja, gewoon hoe ontzettend snel die werkt. Die is gewoon lachen. Die waar gaat werken. Nee, hij recordert hem nog. Oh, ja. Maar, oké. Kom op, Cher! Get into it! En dat is natuurlijk dat is een technisch voordeel, lijkt me. Ja. Op zich wel. Ik ga nu doen, ja. Oh, dat was heel kan het nog? Het kan, het is nagenoeg gelijk. Het is Ja, nou, Luigi. Ja, pittig. Falco. Met zo'n space animal gaat met Phantom. Een goede keuze. Wat is hier nou? Eigenlijk had hij beter denk ik naar Yoshi of zo kunnen gaan. Want al die platforms die gaan een beetje backslurpen. Dat is beter. Mm-hmm. Dus je kan heel precies op elke lukken. Weet je. Als ze niet altijd dezelfde hoogte zijn, dan zijn de timing steeds anders. Dus voor Falco is een heel technisch karakter. Ja, ja. Hoog van formaat. Gewoon een dikke bewaard. Stel dit, de beste stage. Ja, maar in de sens of in de manier ook wel. Daar op zich wel mee in. Ik denk zo. Hij zegt er niet iets. Ik zou zijn woorden, maar ik heb nog geen uitleg over dat. Het werkt nu ook goed. 99% één stok door. Hij kan hier. Wekker, kom op shield pressure. Deze bouwt hij met een cheatje downbeat. Cheatje up smash. Een beetje down scherm met die rest. Dat wel even een super ik kan. Weet je wel welke is? Het is een ace of the sleeve. Dat is wat ik zeg. Ik pak niet voor niets Falco. Dit is de stage. Oh, je suicide. En je leuk van hem. Dus ik denk dat hij gewoon weer wil laten zien van ik pak die 2-2. En dan
dan het momentum proberen vast te houden en dan gewoon de 3-2 pakken. Hij moet dat momentum ja, natuurlijk wel terugwinnen. Het moet wel nu, want ja, ja, hij kan niks meer verliezen. Ja, en dat is het Producers Finals. Ja. Het, ja, okay. het is nog geen ja, het game. Ja, alles gaat op spelen. Je moet natuurlijk ook even teruglezen. Ja, het duurt natuurlijk voor Wouter even voordat hij de nieuwe chair, nou ja, nieuw, voor zover nieuw is, gelezen heeft. Ja, maar ik heb het veld natuurlijk wat sneller. Ja. Dat was heftig. Oh nee, dat is bang. Dat was een gek downshare. Ik had nooit verwacht dat dat zo raakte. Oh ja. Hij komt alleen maar in dat de short op downer is. Momentum houden. Ja. Ja, hij heeft natuurlijk nu nog wel twee stocks en Wouter heeft er één. Precies, dus het is nog steeds. Maar hij moest koud vinden, hè? Wouter moet zo weer lekker naar een grote open stage nemen waar hij niet zo snel dood gaat. Waar hij weer de hele tijd lekker weg te slaan. Hij drie mensen niet meer doen, hè? Heeft hij ook gewonnen. Ja. Maar hij kan nog steeds voor Rumble of Dracula of zo. Die zijn ook allemaal heel groot. Denk je dat Dit is een duidelijk voor Tjerk en nu moet Tjerk toch hopen dat hij... We gaan naar Norfair natuurlijk voor de muziek, ja fantastisch. Wout is favoriete muziek. Het is ook een grote, fijne publiek steeds. Ja, de 1% is een probleem, hè? Geen JV, hè? Oh ja. Down is zo. Dit is dan zo en dan raak je ermee en dan gaat hij uit je kreppen. Heel goed. Denk je dat Kouta die het goed uit kan halen? Kouta. Kouta? Ah, wat moet ik doen? Dit wordt nog gespannen, leuk uit. Ja, vooral krijgt het niet, meestal niet. Luigi heeft gewoon niet zo'n goede verticale zin. Hij kan gewoon oneindig naar de zijkant toe drijven. Soms heeft hij zelfs een misfire. Ja, hij is echt kutcharacter. De vakte er mis. Kutcharacter. Ook wel een character. En zo voor de nieuwe termen geworden. Charlie Kutcharacter. Ook niet slecht woord. Het is laat, lieve mensen, het is laat. Ik heb geen idee. Ik heb een update over de tijd. Het is net
Groen is 8:30. Oh joh, maar dat is helemaal niet zo, hè? Nee, dat is wel mooi. Het niveau is lager dan verwacht, maar we zien dat Cherk hier toch een stok postpoort pakt. Dit is echt wel een intens moment. Ja, en je ziet het ook aan de gezichten van de Cherk. Ja, allebei, dat ze nu... Cherk, we gaan nu langzaam met de driver van de Rijden. Dan zelfs met Oh! Ja, doe maar. Maar ik moet wel. Ali, die gokt er gewoon op. Weer die Falco wordt hier gezegd. Het is niet hard genoeg, hij neemt ze niet op. Gelende vogels. Oh, de mooie voortje. Ja, check. Houten voor liefde schoon. Zeg het niet. Ja? Ja, ik denk het wel. Bij die insane gaat doen. Ik had als die Super Saiyan Super Luigi gaat maar. Super Luigi. Ja, als ik gewoon 3 misfires raak, dan weet ik het wel. Dus ik dat niet echt voor. Maar goed, het is een blijft smash en van alles is mogelijk. Ja, ja, Cherk kan ook van een beetje suicide doen. Dat is, het is eerder gebeurd. Ja. Enkele minuten geleden. Ja. Je hoeft hier nog geen historische sport te zijn. Helpt wel. Maar wat ik ook wel mooi vind van deze hele match, is Cherk en Wouter. Toch zit de Cherk die is gewoon in staat om drie verschillende karakters te pakken. Ja, ja, waarom alle drie karakters gewoon. Heel goed kunnen smashen. En dat kan niet iedereen. En Wouter die is gewoon bij één karakter gebleven. Maar aan de andere kant is dat. Mooi bekant. Maar het is nu wel vernieuwd. En Wouter, kom op. Church! Oh! Oh! Geen huis gedaan. Wouter die er echt op is, dan wil ze stoon. Ja, maar ja, weet je, je moet je tijd nemen voor goede dingen in het leven. Ja, we zijn er bijna aan het einde. Goed smashen. Ik wil ook altijd op wachten. We zijn bijna aan het einde van de match. Het is best wel close. Het kan nog alle kanten op. De Luigi is over. Ik denk dat dit plaatsen is. Ja. We hebben het gezien, jongens. Dat was intens. Een kleine, ja, wel even de knuffel. Een mooie Willis final. Verdiende knuffel. Ja, het was een mooie final. Oh, pittige. Ik kan niet hier opstaan. Er is even een kleine watersnoodramp hier. Of sorry, een spa-citroen noodramp.